Welkom. In deze video overlopen we hoe je kan starten met MyLifeLoop en hoe je de Ipsopomp en sensor kan koppelen aan de pomp. Voor de ingebruikname van het MyLifeLoop systeem moet je eerst controleren of je Android-telefoon compatibel is met de sensor die je gaat gebruiken. Dat is de Dexcom G6 of de Libre 3. Je moet de online training van CamDiab voltooien of de educatie van je diabetes team afronden. De MyLife CamDiab app downloaden van de Google Play Store op je Android-telefoon en een persoonlijk account aanmaken bij Dyson. Je zal ook volgende gegevens nodig hebben. Recent gewicht, je gemiddelde totale dagdosis insuline van de afgelopen 5 à 7 dagen, het serienummer van de zender als je de Dexcom G6-sensor gaat gebruiken en de trainingscode als bewijs dat jij of je zorgverlener de e-learning van CamDiab heeft gevolgd. Het wordt aangeraden dat mensen die momenteel insulinepennen gebruiken, eerst gedurende 5 à 7 dagen het MyLifeLoop systeem gebruiken in open loop, voordat ze de automodus aanzetten, tenzij er een dringende reden is zoals een zwangerschap. Op deze manier kunnen ze zich vertrouwd maken met het hanteren van de Ipsopump en het vervangen van de infusiesets, de langwerkende insuline kwijtraken die nog op de achtergrond werkt en ervoor zorgen dat de berekening van de totale dagdosis insuline correct is. Als iemand al ervaring heeft met een insulinepomp, kan de automodus wel direct aangezet worden. Wanneer je de MyLife CamDiab app voor de eerste keer opent, zal gevraagd worden om een account aan te maken. Noteer je gebruikersnaam en wachtwoord goed, want dit heb je nodig als je ooit van gsm zou wisselen en je niet wil dat je gegevens verloren gaan. Dan wordt gevraagd om toestemming te geven voor de toegang tot je contacten en locatie. Om de boluscalculator te kunnen gebruiken, dien je ook een pincode of een soortgelijke functie in te stellen op je gsm. Vervolgens dien je de Ipsopump te koppelen aan de app. Om dit te doen, selecteer je in de app bij instellingen de optie insulinepomp en kies je voor Ipsopump. Vervolgens dien je het Bluetooth aan te zetten op je pomp door via het hoofdmenu naar instellingen te gaan en op het Bluetooth-icoon te klikken als er een kruisje op staat. Dan kan je in de app op het serienummer klikken en je land selecteren. Daarna zal gevraagd worden om de pomp op koppelingsmodus te zetten. Dit kan je doen door in de pompinstellingen te kiezen voor het icoon met twee Bluetooth-logo's. Een code zal verschijnen op de pomp die je dient over te typen in de app om de koppeling tot stand te brengen. Vervolgens zal er gevraagd worden naar de identificatiecode op je trainingscertificaat, wat het persoonlijk trainingscertificaat kan zijn of dat van je zorgverlener. Daarna moet de glucosesensor gekoppeld worden aan de app. We tonen het hier met de Dexcom G6, maar als de Libre 3 beschikbaar is, zal je deze ook kunnen selecteren. Als je de Dexcom G6-zender nog gebruikt met de Dexcom G6-app, dien je deze eerst los te koppelen. Noteer eerst het serienummer van de zender, verwijder de Dexcom G6-app en verwijder de zender uit de Bluetooth-connecties uit je gsm. Vervolgens kan je het serienummer van de Dexcom G6-zender ingeven in de MyLife CamDiab-app. Daarna dien je je gewicht en totale dagdosis insuline van de laatste 5 à 7 dagen in te geven. Nadat deze informatie is ingevoerd, verschijnt er een melding: er wordt nu verbinding gemaakt met de zender. Als het de eerste keer is dat je deze zender gebruikt, breng dan een sensor aan en sluit de zender aan. Op de app verschijnt een teller van 30 minuten, maar meestal duurt het maar enkele minuten om verbinding te maken met de zender. Als de koppeling is geslaagd, kan je de viercijferige sensorcode ingeven en zal de 2 uur durende opwarmperiode voor de sensor beginnen. Als de sensor al is opgestart, wordt op het scherm de sensorglucosewaarde weergegeven en is de installatie afgerond. Bij het installeren van de MyLife CamDiab app moet ook de koolhydraatratio worden ingesteld. Dit kan via het hoofdmenu bij instellingen, waar je kunt kiezen voor de bolus wizard en de insuline koolhydraatratio. Hier kun je de koolhydraatratio per tijdsblok instellen en later ook nog aanpassen. De persoonlijke glucose doelwaarde of streefwaarde is standaard ingesteld op 104 mg per deciliter of 5,8 mmol per liter. Maar in sommige gevallen kan het raadzaam zijn om deze hoger in te stellen bij het opstarten van het MyLifeLoop systeem. Dit kan je doen via instellingen en is aangewezen bij mensen die frequent hypoglycemie hebben, een hoge glycemische variabiliteit hebben, een hoog hemoglobine A1C hebben of een ernstige diabetes-gerelateerde complicatie zoals ernstige retinopathie. Als de persoonlijke glucose doelwaarde om een van deze redenen hoger werd ingesteld, kan deze gradueel verlaagd worden eenmaal de glycemische stabiliteit verbeterd. Zo, de MyLife CamDiab app is nu gekoppeld aan je insulinepomp en je sensor en de belangrijkste parameters zijn ingesteld. Je kan nu de automodus aanzetten op het beginscherm. In de volgende video leer je hoe je kan werken met deze MyLife CamDiab app.